Ja, Datona heeft een hele mooie professionele heftafel. Aan de voorkant zie je ook een inrijklem op lucht. Een druk op de knop en het gaat vanzelf dicht en klemt dan het voorwiel. Ideaal. Dit is mooi natuurlijk. De oprijplaat en de uitsparing voor eventueel het achterwiel er makkelijk in of uit kunnen zetten. Ziet er heel degelijk uit. Stevig. Mooi gemaakt. Maar hoe werkt die in de praktijk? Dat gaan we eens even proberen. Ricardo heeft een motorfietsje voor mij in gedachten. Maar ik heb hem gezien. Het is geen motorfietsje. Het is gewoon een slagschip met een Chesterfield. En dan hebben we het inderdaad over een Goldwing. De Goldwing is zwaar. Weegt uit het hoofd, dacht ik, zelfs nog meer dan 400 kilo. Nou, dat mag deze tafel makkelijk mag die dragen. De tafel is overigens 2,20 lang en 70 breed. En mag rond de 750 kilo dragen. Dus de Goldwing kan die makkelijk hebben. Ik ga de Goldwing even pakken. Hop. Even kijken. Nou zit die, moet hij goed in de klem komen. Ja, en nu hebben we een dingetje. Nu sta ik met een fiets. Dan zit de klem zit aan die kant. Kun jij voor mij daar op dat knopje drukken? Van die klem? Kijk. Hij doet het. Dankjewel. Dat was hem. Ja, en nu kan ik hem ook goed vastzetten. De tafel heeft aan beide zijden heeft hij een oog wat schuifbaar is, dus makkelijk af te stellen. Dus ik ga hem voor de zekerheid, als ik ermee ga sleutelen, wil ik hem natuurlijk vastzetten. Dat doen we met manchetten aan het stuur. Nou, nu staat hij eigenlijk ook goed geborgd. Buiten dat hij al in de inrijklem staat, past de motorfiets er goed op. Qua breedte zie je dat hij echt breed genoeg is. Deze tafel is zelfs zo mooi gemaakt dat hij ook prima in de vloer weggewerkt kan zijn. Dus je mooie betonnen vloer, laat hem insnijden, bik het uit, zodat de tafel erin past. Kun je mooie uitsparingen maken voor de bekabeling die er natuurlijk bij hoort om hem te bedienen. En die bediening die gaat de mate van hydrauliek en elektriciteit. Ga ik even laten zien. Druk op de knop. Je ziet dat het een schaarheftafel is, dus hij gaat rechtstandig omhoog en ook naar beneden. En dan zie je ook dat hij een mooie werkhoogte heeft, zodat je niet in allerlei bochten hoeft te wringen om ook laag te kunnen werken aan de heftafel. Wat ik zelf praktisch vind en mooi is de vaste oprijplaat die eronder valt en die er ook weer mooi tussen valt, zodat je die nooit aan de achterkant hebt hangen, zodat je vrij om de motorfiets heen kan lopen. Ja, de inrijklem die blijft er gewoon zitten. Hoe gaat die zakken? We hebben een vergrendeling uit veiligheid dat die, als je aan de motorfiets werkt, dat die niet vanzelf gaat zakken. Dus daar zit een extra veiligheid op. Dat was omhoog. Deze is naar beneden. En dan staat hij weer op de grond. Nou, dit is een mooie heftafel. Zeer professioneel. En ja, deze wil natuurlijk, iedereen wil deze wel in zijn garage hebben. Yeah.